Yo, vriends en vriendinnetjes, welkom terug bij Daddy Cool. En vandaag ga ik je wat leuks laten zien. Ik ga jullie laten zien hoe je aan de meest bijzondere auto in GTA Online kunt komen. Dat betreft namelijk de Mariachi Tornado, die je weergegeven in beeld. En de Mariachi is een Easter Egg. Een knipoog van Rockstar richting de film van Thelma & Louise. Het is een film die Oscar heeft gewonnen in 1991. Ja. In 1991, jongens alweer. Mijn god. Ik denk dat de helft van jullie nog niet geboren was. Zou het wel? De film gaat over twee meiden. En die meiden zijn op de vlucht voor de politie. En in de allerlaatste ultieme poging om te ontsnappen, springen ze hun dood tegemoet door van de klif af te springen. Ja, de klif af te springen. Jee, ik heb hier ook een klif. En dat is hem. Daar gaat zich straks allemaal voltrekken, jongens. Oké, we zitten hier op de kaart. Kijk maar even goed, hier op de kaart. En wat moeten we doen? We moeten om een bepaalde tijd hier zijn. En dat is, om precies te zijn, 1900 uur. 1900 uur. Dan moet je hier zijn. Dus wees op tijd, want je bent me zo te laat. Wat ga je doen? Je gaat van de berg aflopen, van die richel aflopen. Net zolang tot je er totaal geen zicht meer op hebt. Je mag die richel niet meer zien. Kijk, hier zie ik hem nog steeds. Je moet een klein stukje verder. Je moet er 100% van overtuigd zijn dat je niet naar die richel op de berg kijkt op het moment dat jij er naartoe gaat rennen om 7 uur. Ik zeg om 1900 uur, trek je telefoon omhoog. Wacht tot het zover is. Ja, het is zover. Oké, jongens, daar gaan we. Rennen naar die klif. En dan zoomen we in met onze sniper. En dan zien we daar de Mariachi Tornado staan. Daar zo. En die chauffeur, die vrouw, die zit achter het stuur. En die moet je doodschieten. Bam! Nog een keer, wacht even. Goed richten. Bam! Ja, dat was te pakken. Want, en die bijrijdster ook maar gelijk. Bam! Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Ja, want als je dat niet doet, dan rijden ze van de klif af, jongens. Dat is echt lachen. Het is net als de film. Kijk, en hier staat de politie en die helikopter die komt eraan. Oh my god, helikopter. Even gauw Lassie bellen, jongens. Lassie, kom je buiten spelen. Lassie, ben je thuis? Kun je even de politie voor me weghalen, jongen? Oké, dankjewel. We vliegen even naar de overkant. Ik zal het even versnellen. Zo snel kan ik echt niet vliegen, hoor. Oké, we zijn. Nou, hier zijn we aan de overkant. Politie is weg. Doe mijn wapen maar even weg. Dat ze maar niet boos worden. En hier is die. De Mariachi Tornado. Met Thelma en Louise er nog in. Zie je dat? Kijk, twee meiden. Daar zitten ze. Ah, liep het nog slechter af als in de film. Zie je dat nou? Ja, in de film ging ze trouwens ook dood. Ach, maakt het uit. Iedereen gaat dood in GTA Online. Wat maakt het uit? Ik zeg peace, jongens. Peace, bros. Yo, peace. Hé, hey, leuk. Kunnen we lekker hippie auto rijden. Blootje roken. Ah, gewoon lol hebben. Hé, wat gaan we doen? We moeten deze auto mee naar beneden nemen. We kunnen twee dingen doen. We kunnen heel voorzichtig langs de politie rijden. Of we kunnen die kant uit. Net als Thelma en Louise van de berg afspringen. Gaan we dat doen? Ja, natuurlijk gaan we dat doen. We gaan van de bergen gaan springen. Vol gas. Rijden, Daddy Cools. En spring. Yo. Als je maar niet doodgaat. Oh, over de kop heen. Kabang, kabang. Oh, bing, bang, bong. En ga ik het redden, jongens? Ja, natuurlijk gaat Daddy Cool het redden. Dankzij deze boom. Dankjewel, boom. Hey, en ik heb hem maar even geskipt. Want ik ben naar de garage aan het rijden. Maar gesproken Los Santos Customs, in dit geval is het Beakers, zo heet hij. En hier kan je je auto opslaan. Hier kan je auto namelijk voorzien van een tracker en een verzekering. Oké, maken hem even. Repair. En we zetten er een tracker op en tevens een verzekering. Dus deze auto blijft van jou, is van jou. Voor de rest kan je er niks aan veranderen. Het is een beetje een kale auto wat dat er gaat. Je kan hem verkopen. Je krijgt er maar $3000 voor. Ja, daar gaat het niet om, jongens. Het gaat erom dat je de meest bijzondere auto in GTA te pakken hebt. Oké, daar gaan we weer. Even het lampje erbij. Laat ik zien wat er bijzonder is. Oké, dit gaat hierom. Het gaat om, er zit een vlaggetje in. En er zitten wat gitaren in. En ja, Mexicaanse sombrero. En tequila. En een krantenknipsel. En er zit geen radio meer in. Kijk, de radio is er ook uit Riyadh. Ah, leuk man. Echt een hippie auto, jongens.
Oké, ik zou jullie adviseren om die auto te gaan pakken. En wees precies er om 7 uur, want anders ben je echt te laat. En dan zeg ik peace, brothers. Yo. Daddy Cool, signing out. Till next time. Ciao.